Bij mij te gast, Nederlands bekendste klokkenluider Paul van Buitenen. Bijna zes jaar deed hij onderzoek. Er zijn 1400 pagina's over de vuurwerkramp in Enschede. Althans, zijn versie. De politiek en justitie willen er weinig mee doen, lijkt het. En dus gaat hij vanaf vandaag, en hij begint bij Weltschmerz, namen naar buiten brengen van mensen die volgens hem ja, in de fout zijn gegaan. Van buiten en welkom, ja, bijna vaste gast hier. De vuurwerkramp 13 mei 2000, 23 doden, een vuurstorm die een hele wijk vernield heeft. Waaronder vier brandweermensen die zijn overleden, allerlei rapporten op al verschijnen Jij bent 5,5 jaar bezig geweest om eigen onderzoek te doen. Ja. Hoorzitting in de Tweede Kamer geweest. Je hebt bij het college van procureurs-generaal bot gevangen. Eigenlijk gebeurt er niks mee, nee je overweegt om het op 13 mei 2020 helemaal naar buiten te brengen, als het 20 jaar geleden is. Ja. Um, en vanaf vandaag, en daar begin je nu bij welswedstrijden mee, ga je namen naar buiten brengen van mensen die volgens jou ja, eigenlijk een beetje een scheve schaats hebben gereden in dat onderzoek. Hè. Dat ja. zijn er nogal wat. En sommigen hebben heel erg fout gezeten. Je begint niet voor niks met de eerste naam. En dat ja. is. Herman Stam. Officier van justitie vanaf het begin. Ja. Hij heeft ruim twee jaar het onderzoek geleid. Is nu rechter in Almelo, ja. he, nog steeds actief. Even een paar punten waarop volgens jou Herman Stam in de fout is gegaan. Even om het samen te vatten. Um, Herman Stam heeft uh, mensen onschuldig laten veroordelen. Hij heeft daarbij gebruik gemaakt van uh, bewijs wat ondeugendelijk is, terwijl hij dat wist. En hij heeft bewijs wat ontlastend was voor die mensen, hij heeft hij achtergehouden. En uh, dat is het in feite in een notendop. Hij heeft gewoon meegewerkt aan een makkelijke oplossing voor de overheid om mensen veroordeeld te krijgen, en hij heeft niet gekeken naar de werkelijke oorzaak van de ramp. Ja, en even ter aanvulling: hij heeft volgens jou, lees ik in het rapport, ook uh, ervoor gezorgd dat brandweermensen die kritiek hadden op het bluswerk op die dag, dat die niet gehoord zijn. Hè? Brandweermensen die de, de verhoren van brandweermensen zijn gehinderd. En uh, er zijn ook uh, getuigen die uh, hadden kunnen verklaren, die het zwijgen opgelegd zijn. En er zijn ook getuigen geïntimideerd, er zijn verdachten geïntimideerd. In feite is bijna alles in dat onderzoek fout gelopen wat er fout kon gaan. Ja, en met als centraal thema begrijp ik uit eerdere interviews van jou dat er een soort tunnelvisie was bij justitie, dat er in de top van de ambtenarij en de politiek maar één uitkomst mogelijk was, dat de overheid met de vergunningen van het vuurwerk goed heeft gehandeld. En dat er drie barbertjes waren die moesten hangen. Namelijk André de V, inmiddels overleden. Die zou de aanstichter zijn. En de directeur van SA Fireworks, de ja. eigenaren. Ja. Die zijn inmiddels veroordeeld. Die tunnelvisie, begon die bij Herman Stam, de officier die vanaf dag 1 strafrechtelijk verantwoordelijk was? Ik denk dat de tunnelvisie begon uh, meteen na de ramp. Dat uh, uh, hoge ambtelijke niveaus bij elkaar komen om te bekijken uh, wie heeft er wat gedaan, wie is er verantwoordelijk en hoe kunnen we dat het beste wegmasseren en zo goed mogelijk presenteren. Dus je ziet al dat vanaf de dag 1 er dossiers gereed gemaakt worden op de ministeries, wat kan er wel, wat kan er niet naar het Openbaar Ministerie toe. Heb je daar bewijzen van? Ja, daar heb ik ja. bewijzen ja, van. Ja, want je hebt honderden voetnoten in je rapport van 1400 pagina's. Ja, meer dan duizend. Meer dan duizend, die kunnen we natuurlijk niet allemaal nalopen, maar. Als straks zo'n topambtenaar vraagt, meneer Van Buiten, hoe weet u dit? Dan kun je stukken daarvan overleven. Ja, en ja. ja, ambtelijke heb... stukken? Ja, ik heb uh, op meerdere momenten van uh, ingewijde stukken gelekt gekregen. Sommige daarvan zijn zo gevoelig dat ik ze niet in huis wilde hebben. Als er namelijk bezoek komt van de politie, een huiszoeking om te kijken wat ik heb en van wie dat tot komt. Want de meest natuurlijke reactie in dit soort gevallen is niet. Om de melding van misstanden te gaan onderzoeken. Maar om te kijken waar heeft hij dat vandaan. Wie ja. heeft er gelekt. Dus ik heb die dingen niet in huis. Dus nou, moet ik... er, er hingen toch plastic zakken bij jou aan de deur? Ja, er hingen het. plastic zakken. Maar er zijn ook <laughs> nog spullen die niet in die plastic zak zaten. En die ik op een andere manier gekregen heb. En die liggen ergens in een kluis? Die liggen uh, heel ver bij mij vandaan. Verwijs je wel in je noten naar die stukken? Of ja. is dat zelfs onmogelijk? Nee, nee okay, ik dus verwijs er wel naar. Ja. Ja. Want dat even vooraf aan dit gesprek. Jij zegt. Uh, ik vind het best lastig om die namen te noemen. Want je bent al heel gauw met Smaat bezig. Mm -hmm. hè? Met mensen te beschuldigen. Dat zijn ook mensen met een gezin natuurlijk. Die hun, hun ja. werk in principe ja. goed ja. proberen te doen. Ja. Uh, maar je zegt dat is niet aan de orde. Omdat alle onderliggende stukken kan ik leveren. Ja. ja? Oké. Okay. Dus dat, dat even vooraf. Uh, Oké. Okay. Dus Herman Stam begint aan het onderzoek. Uh, krijgt hij dan van ministeries te horen. Jongens, het moet die richting uit. Of werkt dat niet zo? Nou, je ziet. Uh, op 16 mei, dat is twee dagen, bijna drie dagen na de ramp, komt er een Kamerbrief van minister Klaas de Vries van Binnenlandse Zaken. En daar staat in wat voor onderzoeken er gelanceerd worden. Ja. En ik weet van mensen die in het politieteam zaten dat die verbaasd waren over het feit dat die twee punten, namelijk heeft het bedrijf de vergunningvoorschriften uh, overtreden en is er een brandstichter geweest, dat waren de twee dingen die in die Kamerbrief stonden. Dat die onderzocht worden en dat er bijvoorbeeld niet gekeken zou moeten worden naar een bedrijfsongeval. Terwijl dat statistisch gezien en ook gelet op alle omstandigheden van een brand in NCD de meest voor de hand liggende oorzaak geweest zou zijn. Ja, en waarom is dat kwalijk, even voor de helderheid? Dat er één richting wordt gedacht? Uh, een bedrijfsongeval, uh, ik heb het al eerder gezegd, is niet welkom omdat dan het licht op de regelgeving komt te liggen ja. in Nederland. En het adagio in Nederland is dat de regelgeving goed is, beter dan in het buitenland, terwijl de werkelijkheid zo is dat de regelgeving in Nederland slechter is dan in het buitenland. En daar kom je tegenop als er een bedrijfsongeval is. Als er een bedrijfsongeval is, moet dat niet in een ramp kunnen uitmonden, maar als de regelgeving slecht is, kan dat wel. Terwijl als jij een brandstichter hebt, dan kun je je niet tegen verdedigen. En als je twee idioten van uh, eigenaren van een vuurwerkopslag hebben... die de vergunningregels kenden, dan zijn zij de schuldigen. En dan kom je ook niet bij de regelgeving. Ja, nou weet je het over onder andere Rudy Bakker, hè? Ja. Um, maar was dan het verhaal van... daar lag te zwaar vuurwerk voor de vergunning... en dus is het misgegaan? Ja. En was dat het verhaal ja. wat naar buiten moest? Ja, het, uh, wat er... Um, je moet eigenlijk weten dat er negen jaar voor Enschede een andere ramp is geweest in Culemborg. Ja. ook een vuurwerkramp. Daar zijn lessen uitgetrokken en, um... onder andere dat je nooit meer in een woonwijk die opslag moet doen. Toch? Ja, ja. En dat de classificatie van vuurwerk onbetrouwbaar is enzovoort enzovoort. Als die lessen allemaal doorgevoerd waren, dan had Enschede nooit kunnen plaatsvinden. Maar Enschede heeft wel kunnen plaatsvinden. Bakker en Pater hebben gewoon met z'n tweeën dat bedrijf overgenomen. Daar zaten fouten in, maar die hebben ze overgenomen van de vorige eigenaar... ...die tot verbazing van de rechtbank nooit vervolgd is. En uh, zij zijn veroordeeld voor te veel en te zwaar vuurwerk. Dus wat hebben ze nu gedaan met Cullenborg? In plaats van dat ze gekeken hebben welke lessen hadden we eigenlijk door moeten voeren... ...hebben ze een fake-les verzonnen. Ik gebruik het woord fake niet graag, omdat Trump daar ook de hele tijd mee rondloopt. Ja. Maar de fake les die ze verzonnen hebben is... als je een beetje vuurwerk van de zwaarste categorie hebt liggen... die uh, Bakker en Pater niet mochten hebben volgens de vergunning. En je hebt een heleboel uh, zwaar vuurwerk liggen. Dat kan samen een hele grote massa-explosie geven. Dat is de les die zogenaamd uit Culemborg komt. En ja. Ze hebben vervolgens een voorraadreconstructie op touw gezet... die precies daarop uitkomt. Mm -hmm. Dus dat is de basis geworden voor de veroordeling. Om het anders... ...de overheid illegaal bezig zou zijn geweest. Ja. Of althans bewoners in gevaar had gebracht. Ja, ja. Met alle claims van Nina et cetera. En brandweerlieden in gevaar heeft gebracht. Ja. Even tussendoor, maar dat ga ik vaker tegen je zeggen. Dat, jij kunt dit natuurlijk zeggen, maar de rechter heeft natuurlijk wel de redenering gehonoreerd van de officiële justitie. Ja, dus maar die is, middel... die is gebaseerd op uh, het betoog van het openbaar ministerie. Die officiële justitie, Herman Stam, ik noem hem nog maar een paar keer... Uh, komt met bewijzen die niet kloppen. En in mijn 1400 pagina's stellend rapport toon ik aan waarom dat ik denk dat die bewijzen niet kloppen. Ja, en dat, dan moeten we even terug naar 2005. Hè? Naar Polen, die beroemde, of beroemde, de, de test van TNO. Hè? Ja. Uh, die hebben toen licht. Nee, vertel het zelf maar. Die hebben toen lichtvuurwerk getest om aan te tonen of ja. dat die explosie te was. Ze hebben lichtvuurwerk getest in gesloten containers en die zijn onverwacht. ...heel heftig geëxplodeerd. Ja. Dat heeft toen aanleiding gegeven tot een crisis tussen Binnenlandse Zaken en de brandweer. Want er waren brandweerlieden bij aanwezig, die zijn daar heel erg van geschrokken. En vervolgens heeft de leiding van de brandweer een brief gestuurd naar Binnenlandse Zaken... ...van volgens ons kloppen de blusvoorschriften niet. Dat vuurwerk kan heftiger exploderen dan wat de klassificatie aangeeft. Dus wij mogen dat vuurwerk niet meer blussen. Minister Remkes heeft toen gezegd nee op aangeven van TNO... Dat is een vergissing geweest. Dat was wel degelijk zwaar vuurwerk, maar er zaten verkeerde labels op. Dus die blusvoorschriften zijn in orde. Dat is het, een beetje het verhaal achter die uh, proeven. Ja, waarmee je eigenlijk zegt dat die test die eigenlijk de eigenaren gelijk gaf, zo veranderd is dat ze weer ongelijk hadden, toch? Ja. ja. En kun je dat bewijzen? Ja, maar ik, ik heb meer dan 100 bladzijdes in mijn rapport zitten. Waarin ik die rapportages van TNO uitvlooi en waarin ik. Uh, grafieken erbij pak, foto's erbij pak, uh, teksten uit de rapportages erbij pakken en waarmee ik dus aantoon dat het wel degelijk lichtvuurwerk was en dat uh, die explosie... Nou, was, in elk geval dat de mogelijkheid niet moet worden uitgesloten, toch? Of was dat een on onomstotelijk bewijs? Ik bedoel... het vuurwerk wat getest is, was licht vuurwerk. Jawel. Maar dan nog kan het toch een combinatie van licht en illegaal zwaar vuurwerk zijn geweest in Enschede? Of is dat ook uitgesloten? Er lag in Enschede geen illegaal vuurwerk. Er lag in Enschede alleen maar goedgekeurd vuurwerk. Ja. En dan kun je achteraf, als je de regels aantrekt, kun je daar vraagtekens bij stellen. Maar zoals de regels toen waren, was het legaal goedgekeurd vuurwerk. En was het van klassificatie voorzien door de autoriteiten die daarover gingen. Ja, en dus zijn het volgens jou de twee onterecht veroordeeld? Ja. 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 Uh, even terug naar Herman Stam, want daar gaat het uh, over de officier van justitie. Uh, Jij zegt ook in je rapport, en dat is een vrij uitgebreid verhaal, dat iemand die op dat terrein was op die dag, ik geloof tussen 10 en 3, moment mm -hmm. ja. vlak voor de explosie, dat hij uh, niet gehoord is. Althans, niet op dat punt. Hoe zit dat? Het officiële verhaal is dat hij uit en te na gehoord is en dat er niets meer te horen valt. Maar het werkelijke verhaal is dat de man allerlei zwamverhalen opgehangen heeft, die getuigen. Het gaat over Hennie Kloppenborg, dat is een uh, klusjesman die bij SF Fireworks werkte en die uh, een aantal maanden geleden overleden is. Ja. Um, die uh, daarvan is, uh, dat is de enigste werknemer waarvan aangetoond is dat hij op het terrein was vlak voor de ramp. Die man heeft allerlei uh, verhalen verzonnen over zijn aanwezigheid. Zowel wat tijd betreft, wat bezigheden betreft, de redenen waarom dat hij daar was. En het tolteam, dus het serge bijstandsteam, wat hem wilde ondervragen: of wat heb jij nou, nou eigenlijk gedaan en wat heb je gezien? kregen de kans niet meer om hem daarna te vragen. Want deze officier, Herman Stam, heeft besloten. Om meneer Kloppenburg voor mijn aan te klagen. En als jij verdachte bent van mijn eet, dan mag jij over hetgene waar jij uh, voor aangeklaagd wordt. krijg jij zwijgrecht. Ja. Dus Kloppenburg hoefde niets meer te vertellen over die uren dat hij op dat terrein was. Ja, Nou, nou kan het zo zijn dat Stam dat uh, hè, volgens geweten goed heeft gedaan en dat dit. Uh... Uitkomst was daarvan? Of zeg je dat was een vooropgezette uitkomst? Voor mij is het vooropgezet geweest, want er is uh, voortdurend protest geweest en bezwaren geopperd van waarom doe je dat nou? Want dan vanuit, wij het die, vanuit het tolteam? Vanuit ja. het tolteam. Wij kunnen die man nu niet meer verhoren. En Stam heeft daar gewoon aan vastgehouden. Die zegt nee, ik ga die man voor mij heen vervolgen. En dat is vervolgens ook nog een keer niet succesvol geweest. Want, ja. uh, maar waarom zou het bezwaarlijk zijn als die man wel onderdeel van het proces zijn geweest? Van het strafproces? Als jij aan waarheidsvinding doet, dan wil jij toch horen, ja. uh, vooral van mensen waarvan je zeker weet dat ze op het moment dat die ramp is ontstaan of dat de brand is ontstaan, dat hij daar in de buurt was, wat hij gezien heeft. Ja, nee, maar goed, precies, dat vraag ik ook. Waarom zou iemand daar bezwaar tegen hebben om die waarheid te vinden? Of is dat weer het verhaal waar je mee begon, dat het van tevoren vast moest staan dat de eigenaren de schuld waren? Um, laat ik het nog duidelijker stellen. In mijn uh, dossier is een document met een verslag van een vergadering en daar staat letterlijk in, dat is een vergadering waarbij het Openbaar Ministerie, meneer Stam, het NV en het tol aanwezig waren. Forensisch Instituut. Ja, het ja. Nederlands Forensisch Instituut, uh, waarin staat, denk erom, de uitkomst van het onderzoek moet een vergunning overtreding zijn van het bedrijf. Iedere andere uitkomst kan tot vrijspraak leiden. Dat duidelijker kan dat niet. Ja. En je zegt dat dat moet van bovenaf zijn ingestoken door het college van PG's of de minister. Op... Er zijn diverse, uh, zowel hoge politieofficieren als mensen van het Openbaar Ministerie, die ook zeggen dat het college van procureurs-generaal erachter zat. Ja, dat is ook logisch bij zo'n grote ramp ja. dat die zich ermee bemoeien. Ja. Dat, dat, ja. dat is op zich niet raar dat die daarover vergaderen. Je ziet ook in het dossier <laughs> dat uh, er een hele operatie op landelijk niveau opgezet wordt, op departementaal niveau. Dus de top van de ministeries die betrokken zijn komen regelmatig in een speciaal projectoverleg bij elkaar. En die bepalen met elkaar uh, wat gaan wij doen als mensen informatie vragen over de ramp. Ja. En dan is dus besloten dat de zogenaamde wet openbaarheid bestuur voor NSGD gedeeltelijk buiten werking gesteld wordt. Omdat daar gewoon geen documenten over vrijgegeven worden. Ja. En zo wordt er uh, ook gesproken, wat gaan die rijksinspecties allemaal doen op papier? Zijn die onafhankelijk? Maar in de praktijk wordt er besproken wat die mensen wel en wat ze niet mogen onderzoeken. Ja, en, en het cynische daarbij is dat, dat de eerste, dit de eerste ramp is die digitaal geordend is hè, in de systemen. Ik bedoel, dat komt er ook nog eens bij. Ja. ja. Um, nou heb je ook in je onderzoeksrapport gezegd dat STAM, ik, ik probeer het even samen te vatten, uh, verhinderd heeft dat brandweermensen verder gehoord werden toen ze wilden verklaren dat de blusmethode op zijn minst omstreden was. Hè? Er, is, ja, de, uh, er zijn sowieso heel veel hindernissen geweest voordat die brandweermensen gehoord konden worden. Ja. Dat is gedeeltelijk verklaarbaar. Die mensen hebben enorm veel voor de kiezen gehad. En Die Vier moesten even tot zichzelf ja. kunnen komen. Dus dat is gedeeltelijk te begrijpen. Ja. Maar ook later in het traject was het voor de verdediging van met name Bakker en Pater moeilijk om die brandweermensen aan de verhoortafel te krijgen. Ja. En er is inderdaad uh, schriftelijke vastlegging gevonden van het feit dat zowel rechtercommissaris Meelaert. Dat is iemand die waarschijnlijk later ook nog aan de beurt komt. En officier van justitie Stam ingegrepen hebben op het moment dat een brandweerman wilde verklaren dat de deuren tussentijds geopend zijn van de vuurwerkopslagplaatsen. Want als er iets is wat je niet moet doen tijdens een brand bij een vuurwerkopslag, terwijl daar allemaal vonken in het rond dwarrelen en er allerlei winden rond en vlammen heersen, is om de vuurwerkopslagplaatsen open te maken. Dus dat tijdens komt de brandweer. Alleen die brandweermensen die daarover wilden verklaren, zijn de mond gesnoerd. Hoe, hoe dan? Gewoon, oh. sorry, uh, het heeft nu lang genoeg. We weten genoeg. Het. Ja, weten we Dat heeft de heer Stam ook zo gezegd tegen hem. Uh, dat staat in de correspondentie die ik heb gevonden. In het heb dossier. je ook brandweermensen gesproken die dat bevestigen? Uh, ik heb uh, wel of brandweermensen gesproken. Ja. Hmm? Of nabestaanden van brandweermensen? Ik heb wel brandweermensen gesproken die zich in deze zin uitlieten. Uh, maar ik heb geen brandweermensen gesproken die letterlijk tegen mij hebben gezegd, wij zijn de mond gesnoerd. Ja. Maar die mensen werden constant omringd met zorg, gingen naar trainingen toe, werden begeleid door de leiding, uh, zaken werden van tevoren doorgesproken. Dus er is van spontane verhoren vlak na de ramp is gewoon geen sprake geweest. Nee. Je stelt ook vast dat, uh, en het is nog steeds zo volgens mij, dat de blusmethoden uh, internationaal nogal geïsoleerd staan, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat je eigenlijk helemaal niet mag blussen bij zo'n uh, brand. Hè? Dat je 25 meter afstand moet houden. En dat je eigenlijk moet zeggen, met z'n allen jongens: wegwezen uit dit gebied. Uit laten branden, toch? Je moet eigenlijk veel meer afstand houden. Maar Nederland zegt: je moet 25 meter afstand houden. En van daaraf mag je blussen met ja. water. Wat er in werkelijkheid in NCD is gebeurd, is dat de mensen bovenop de vuurwerkplaats hebben gestaan. Dus zelfs de foutieve regelgeving in Nederland. Is niet worden op, de, op de bron gestaan ja. van de brand. Ja. Band. ja. 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 De, ze, toen, terwijl ze op de containers stonden. waar het vuurwerk in zat. begonnen die containers op te bollen. Ja. Dus van de druk die van binnen ontstond. Ja. Dus daardoor zijn die mensen om het leven gekomen. Maar uh, er is bij de blusvoorschriften. heel langzaam schuift er wat. Er zijn, een paar dagen geleden zijn er nieuwe blusvoorschriften. Bij brandend vuurwerk uitgegeven, waarvoor het eerst instaat dat eenmaal brandend vuurwerk niet meer geblust kan worden met water. Ja. Dus je moet nagaan dat een brandweer met een blusmiddel naar een brand toe gaat waar ze de brand niet meer uit kunnen krijgen. Maar het argument waarmee geschermd wordt dat ze toch moeten gaan blussen, is dat al het vuurwerk wat nog niet brandt, dat je dat nat kunt gaan maken en dat het daardoor niet ook nog in de brand vliegt. En, en jij hebt vastgesteld, dat nu, nu wordt het eindelijk gerekend, dat er bijna twintig jaar alle veiligheidsregio's gewoon zelf maar deden wat ze goed vonden. Ja, er zaten verschillen. Sommige regio's die zeiden uh, gecontroleerd uit laten branden. Andere regio's zeiden we gaan er naartoe, net zoals in Entschede. Ja. Wat zit hier nou politiek achter? Hè? Want uh, burgemeester Mans, die heeft, dacht ik gezegd van ja ik ben weg als blijkt dat dat wij fout hebben gemaakt bij de brandbestrijding ja. Hè? Ja. Uh, is is dat de reden dat die brandweermensen niet mochten verklaren denk je of dat ze het is, wel het, het loopt door elkaar heen gedeeltelijk heb je natuurlijk hele begrijpelijke uh, motieven dat je de brandweer ontziet ja want ze hebben enorm de best gedaan uh, ze zijn tot aan de uitputting uh, daar tegen ge Ja. Er zijn vier van hun collega's zijn er overleden. Dus de brandweer stond al in een hoekje uh, van, ja, die, die jongens mag je eigenlijk niet aanpakken. Nee, maar het gaat natuurlijk om hun superieuren. Ja. Daarboven, ja. de veiligheidsregio. Ja. En, de, en de instructies vanuit binnenlandse ja. zaken. De voorbereiding is slecht geweest. De instructies tijdens de brand zijn slecht geweest. En naderhand in het natraject. Zijn er ook een hele hoop dingen verkeerd gegaan? En dat neem ik de leiding van de brandweer heel erg kwalijk. En het probleem is nu dat de voorzitter van de vergadering van brandweercommandanten, uh, dat is Stefan Wevers, was plaatsvervangend commandant van de brandweer in Enschede. Dus die man zal geneigd zijn om zijn optreden van toen, van de brandweer. Hij is want nu het... voorzitter van de brandweer. Ja, 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 ja. en hij adviseert minister Grappenhuis op dit punt. Ja. Dus ja, dat da, da, gaat da, da. zichzelf niet incrimineren, nee, natuurlijk. Nee, nee. nee, En wat heeft het nou met uh, burgemeester Mans te maken? Want je hebt zelfs ergens in een voetnoot, las ik, de suggestie opgeworpen... dat er ook ministers zouden moeten aftreden ja. als Mans hè? Veel, uh, de schuld had gekregen. Veel, burgemeester Mans toen. Ja. ja, er zijn mensen die denken dat ik dat in mijn fantasie zelf verzonnen heb. Maar... Uh, er zijn aller-aardigste boekjes en geschriften verschenen over de ramp. Eén van die boekjes is volgeschreven door Mans zelf en Roosentaal. Dat was toen de voorzitter van het crisisopvangteam, de laatste minister van Buitenlandse Zaken. En die hebben verklaard dat op het moment dat uh, als Mans af had moeten treden doordat het oordeel over de brandweer te negatief was dan hadden er volgens de wetten van de politiek ook bewindslieden in Den Haag af moeten treden. Dat ben ik niet die dat zegt, dat zijn ingewijden die weten hoe het werkt. En Rosenthal bevestigt dat in zijn boek. Ja, ja. ja. Ja, oké. Okay. Nou ja, dat, dat lijkt me een vrij openbare bron, eerlijk ja, gezegd. Ja, dus dat, ja. uh, even, even terug naar de heer Stam, de, de officier die je nu vandaag voor het eerst noemt als iemand die toch, toch fouten heeft gemaakt. Uh, een van de ernstigste beschuldigingen lijkt mij misleiding van de rechtbank, van ja, het Openbaar Ministerie. Ja, ja. Is dat nou dat hele complex wat je net afgelopen 20 minuten beschreef, of is dat één specifiek punt? Nou, er zijn diverse feiten. Uh, er wordt de ontlastende PV's achtergehouden. Processen verbaal. Uh, Processen verbaal, ja. Uh, er wordt bewijs in elkaar gedraaid wat niet blijkt te kloppen, maar waar hij krampachtig aan vast blijft houden. Ik kan misschien als duidelijkste voorbeeld noemen dat er een getuigenverklaring is die de brandstichter, de gewenste brandstichter, die de verdachte toen, uh, André de Vries, die is ook overleden, uh, belast. Ja. Herman Stam voegt dat op als bewijsmiddel, terwijl Herman Stam weet dat die verklaring mijnedig is. Maar het, ging even, het ging om een signalement en met name een rode sportbroek die hij zou aan hebben toen hij wegrende van die brand. Dat is iets oh, anders. Oh sorry, nee, dan gaan we het nu ingewikkeld maken? Ja, oh, nee, nee, we, maar sorry. Er zijn zoveel van dat ja. soort dingen in het dossier. Nu gaat het over een getuige die verklaart dat de verdachte van tevoren gezegd heeft dat er een bom ging ontploffen ja. bij AS Fireworks. Ja. Die verklaring bleek enige te zijn ja. en het openbaar ministerie wist dat. En toch voeren ze die verklaring op als bewijs. Die zit in het dossier bij de rechtbank? Ja, ja, en de rechtbank heeft het ook geaccepteerd als bewijsmiddel. Dus je ziet in het arrest van de rechtbank maanden nadat het openbaar ministerie die getuigen al vervolgt wegens mijnheid zie je dat als bewijs uh, aangenomen worden door de rechtbank bovendien waren er zes verklaringen van andere getuigen die de, deze verklaring tegenspraken ja, ja. en die verklaringen uh, zaten op een dusdanige wijze in het dossier dat het de rechtbank niet opgevallen is ja maar goed er is het natuurlijk iets nog een verschil tussen moedwillig de rechtbank uh, misleiden of gewoon alles in het dossier gooien wat je van belang vindt voor de voor de waarheidsvinding hè? Ja, Maar je stopt toch geen mijnedige verklaringen in het dossier? Nou ja, tenzij je erbij zegt dat het mijnedig is. Maar goed, hier moeten juristen bij komen. Ja, ja. Daar komen we niet uit. Ja. Overigens heeft uh, het gerechtshof, ik dacht in Arnhem, dit gecorrigeerd. Een andere reden, Fries. Vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Ja, maar daarvoor moeten er wel twee politierechercheurs. die de klokgeluid hebben binnen de politie. tegen de wil van de korpsleiding en tegen de wil van het Openbaar Ministerie. afdwingen dat ze als getuige gehoord worden voor het gerechtshof. Mm -hmm. Waarop het gerechtshof de conclusie heeft getrokken. het bewijs waar het Openbaar Ministerie in eerste instantie mee is gekomen. dan zijn we weer bij meneer Stam. deugt dus blijkbaar niet. Dus we moeten de vries laten lopen. Ja, maar dat is toch in het voordeel van de Vries dan? Of, ja. of vond hij ja. dat te weinig? Hij was liever helemaal vrij. Nou, weet je, hij is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijzen. Ja. Dat is niet gezegd. De Vries heeft het niet gedaan. Nee, dus die, het die Openbaar Ministerie blijft nog steeds volhouden, meneer Stam blijft dat ook volhouden, dat hij wel degelijk de juiste verdachte voor het hekje had staan. Oké. Okay. Stam, kunnen we dat hiermee afsluiten? Want ja, jij kunt uren daarover praten, want ik wou nog even toch aan het eind van dit gesprek naar de politieke uh, gevolgen van dit alles. Ja. Want je hebt in december uh, 2018 een hoorzitting gehad. Helaas besloten, dus daar kunnen we niks over zeggen met de Tweede Kamer. Je bent naar het college van procureurs-generaal geweest. Die hebben volgens mij de zaak omgedraaid door te zeggen, pas op, Paul, dat je geen smaad hè, mm -hmm. uh, ja. levert. Ja. Van, ja. Ik bedoel, uh, dus. De, de, ...herzieningsverzoeken zijn twee keer afgewezen door de Hoge Raad bij anderen... ...dus dat ja. maakt ook weinig kans. Ja. Nou ja, ik, ik wil niet pessimistisch zijn, maar... Um, ...waar leidt dit toe, behalve dat je nu hier de publiciteit gebruikt... ...om he, mensen toch te beschuldigen? Nou weet je... Mijn he? ervaring, Paul, als ik nog even mag... ...is als je daartoe overgaat, dat je het eigenlijk verloren hebt, toch? Als jij het noodzakelijk vindt om straks elke dag met een naam te komen... ...dan lukt het dus blijkbaar niet via de geëigende kanalen... Of is dat de cynisch? No, nee, 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 dat ja. is niet cynisch. Dat, ja. is, dat is wel de realiteit. Ja. Er liggen namelijk een aantal rapportages van het Nederlands Forensisch Instituut. Van uh, TNO hmm. en van de Rijksrecherche. die gekeken heeft of er uh, onregelmatigheden waren. binnen het uh, strafrechtelijk onderzoek. Naar aanleiding van jouw uh, rapport? Nee, of... naar aanleiding oh. van een intern politieonderzoek. Okay. Het intern politieonderzoek zei dat er rechtelijke macht misluidde. Ja, dat Gelderland midden had dat ja, vandaag. Ja. En de Rijksrecherche heeft dat vervolgens onder tafel ja. geveegd. Maar als je dus binnen uh, de gangbare mechanismen. bijvoorbeeld een herzieningsverzoek aanvraagt. of je benadert het college van procureurs-generaal. Die zeggen allemaal, sorry, deze instanties van naam, grootste ja. deskundigen op hun terrein, ja. oordelen allemaal dat het goed is verlopen en dat dit de conclusies zijn. Dus daar vallen wij steeds op terug. Ja. Dus daar zit je in vast. En zolang niemand naar de inhoud van mijn dossier wil kijken en het alleen maar afserveert op de vorm, want dat is namelijk wat er gebeurt, van buitenen, kijk maar naar die rapporten, of van buitenen, als je er problemen mee hebt, dan dien maar een herzieningsverzoek in, dan blijf je in dat visueuze cirkeltje rondlopen en ik probeer dat te doorbreken. Nou ja, sorry. Je hebt wel geprobeerd Kamerleden achter je te krijgen. Met name Ronald van Raak van de SP. Kees van der Staaij van de SGP ja. en Henk Krol van 50 Plus. Ja. Die hebben ook die hoorzitting mogelijk gemaakt. Maar ik stel vast dat zelfs iemand als van Raak, die toch geen vriend van de regering is of van de zittende macht, ook niet verder komt. Ja, maar je bent afhankelijk van een Kamermeerderheid. Ja. En uh, als een Kamermeerderheid geen echt onderzoek van jouw rapport wil, dan houdt het op. Nou ja, je zou natuurlijk een artikel 12 verzoek kunnen doen, toch? Ja, maar dat is als het Openbaar Ministerie weigert te vervolgen. Ja. En de Tweede Kamer heeft uiteindelijk na drie stemrondes besloten: uh, van oké, okay, we moeten toch naar dat onderzoek van van buiten kijken, want ja. dat, is, dat, dat gaat ergens over. Het is technisch. Dus weet je wat, we vragen de Onderzoeksraad voor de Veiligheid om daarna te kijken. En die hebben dat uh, eerst een paar maanden laten liggen. En vervolgens zegt meneer Jouwstra aan het eind van sorry, ik heb er geen zin in. Geen zin in? Serie? Nee, ik doe het niet. Hij vond het niet relevant. Dat was in zijn nadagen, toch? Nou, op, de, op de laatste dag van zijn aanstelling, hij heeft ja. het eerst laten liggen. En op de laatste dag dat hij daar zat, heeft hij een net naar mevrouw Arip gestuurd. En dat lag dan weer bij Dijsselbloem op zijn bureau. De ja, nieuwe ja. voorzitter die natuurlijk ook Ja, had, want ik ja. heb natuurlijk aangegeven dat we de, de argumenten waar Joustra zich op baseerde. kan nog wel raakten. Die heb ik één voor één allemaal getackled. Bij Dijsselbloem neergelegd. Maar ja, Dijsselbloem gaat natuurlijk niet tegen zijn voorganger in. Dus je krijgt een net ambtelijk briefje waarin staat. Ik heb de mensen die hierover gingen nog een keer geraadpleegd. En ik zie geen aanleiding om op de beslissing van mijn voorganger terug te komen. Ja. Ja, uh, nou begrijp ik dat je gaat overwegen om 13 mei aanstaan als de ramp 20 jaar geleden ja. heeft plaatsgevonden, om het rapport gewoon in zijn geheel naar buiten ja. te brengen. Ja. Hè, misschien met er nog een, een populaire versie erbij die iedereen kan lezen. Dat wordt nog wel even aanpoten, denk ik. Uh, ja, wat, wat moeten de mensen in Enschede daarmee? Want ja, je gaat nieuwe wonden openrijden. Uh, Bedoel... Dat, dat is wat men mij graag wil doen geloven. Mijn rapport heeft dus bijvoorbeeld ook een maand aan inzage gelegen bij de gemeenteraad in Enschede. Ja. Die doen daar niets mee. Het is werkelijk ongelofelijk hoe onmachtig gemeenteraadsleden zich gedragen en hoe braaf en slaaf ze achter een burgemeester aanlopen. In dit geval Onover Veldhuizen, die er heel kundig in slaagt om de gemeenteraad het zwijgen op te leggen. Uh, de gemeenteraadsleden zeggen tegen mij van buiten: Je rijdt oude wonden open. Maar en dat wordt zo vaak tegen mij gezegd. Ja. Dat ik, naïef en dom als ik ben, op, op een gegeven moment geneigd ben om dat te gaan geloven. Maar gelukkig melden zich nu steeds meer mensen uit de kring van slachtoffers. of uit de kring van nabestaanden. die tegen mij zeggen: Wij vinden het geweldig ja. wat je doet. En als ze jou de mond snoeren, dan gaan wij het naar buiten brengen. want we zijn het nu helemaal zat. En hoe gaat dat dan gebeuren straks in Enschede? Ga je, ga je een persconferentie geven of, of? Ik doe alles wat nodig is. En ik denk dat ik op dit moment al heel ver ga door elke werkdag een naam uh, naar buiten te brengen. Ja. Dus ik begin nu met deze Officie van justitie. Daarna zullen er uh, met name heel veel andere mensen van het Openbaar Ministerie komen, want dat is de instantie die ik het meeste verwijt. Maar ik ga ook namen noemen van de mensen die op de achtergrond, op hoog ambtelijk niveau, ervoor gezorgd hebben. dat dit uh, geen opvolging krijgt, deze ramp. Dus uh, ja, ik, heb, ik heb thuis een lijst van meer dan 100 namen liggen. en die ben ik nu allemaal aan het uitwerken. Ja, en per dag komt er dan één ja. naam. en dan, ja. Uh, ja, dan heb je tegen 13 mei ongeveer 100 namen ja. op straat uh, ja. uh, gegooid. Uh, even, even voor de mensen die kijken. Jij bent niet een actievoerder. Hè? Je bent iemand die aan waarheidsvinding doet. Je hebt natuurlijk ja, bijna in je eentje de Europese Commissie naar huis gestuurd uh, met je klokkenluidersverhalen in Europa. Uh, wat drijft jou nou om dit te doen? Want je, je woont in Breda, <coughs> je hebt verder niks met Enschede. Ik, bedoel... ik, uh, ja, ik heb natuurlijk iets met mensen die onrecht uh, uh -huh. aanklagen. En uh, ik heb honderden uh, mensen, klokkenluiders gesproken. En gemerkt dat uh, eigenlijk niets helpt. Dat het maximale wat je kunt bereiken is die mensen een beetje overeind te houden. Ja. Maar de misstand zal nooit onderzocht worden. Ook het huis van de klokkenluiders blijkt niet te werken. Dat is een fars. Ja. En uh, ik probeer met deze zaak van de vuurwerkramp, waar al de mechanismes die ik de afgelopen twintig jaar heb gezien in voorkomen, te laten zien aan de bevolking in Nederland. Hoe het Nederlandse bestuur eigenlijk met dit soort kwesties omgaat. Ja. Want dit is ook aan de orde gesteld toch? twee politieklokkenluiders die hun baan kwijtgeraakt zijn. Ja. ja. En na 13 mei, dan zeg je: het ligt op straat. Nou, roep ik de politiek op om moed te tonen en er iets mee te doen. En dan ben je als, klaar. hè? Ja, als de zaak uh, een doorbraak kent, help ik natuurlijk mee. Ja. Maar als men na 13 mei nog steeds niks met het dossier wil. En dan nog steeds inslaagt om mij als een geïsoleerde complotdenker neer te zetten. Nou, Ik geloof niet dat mensen jou van complot denken. Toch? Nee, bedoel, maar goed, die, het wordt het, gewoon niet. Je wordt wel serieus genomen. Ja, maar goed, als daar niks mee gebeurt, dan heb ik zes jaar lang mijn best gedaan en is het afgelopen. Dan, dan Stop ik ermee. Eind oefening. Nou, laten we hopen dat het wat optimistischer wordt dan ja. dit. Dankjewel, Paul. Oké. Okay. Ja.